Nijmegen is Summer Capital of Holland en dus de place to be deze zomer. Om te weten waar de mooie plekjes in Nijmegen zijn, hebben we de Summercap-telefoon. Iedere week krijgt een andere bekende Nijmegenaar de Summercap-telefoon in handen om foto's te maken van hun zomerse Nijmeegse plekjes. Afgelopen week was de telefoon in handen van Marjolein Pieks. Als fervent Marieke-liefhebber, Marieke van Nijmegen, ben ik deze week op zoek gegaan naar wat Marieke van Nimwegen heeft bewogen om 7 jaren lang met de duivel, Moenen, te verkeren en in zonde te leven. Heeft Marieke ook stilgestaan bij de Waal en haar overdenkingen gehad over goed en kwaad? Net als ik, net als de bezoeker van Kiek op de Kaai. En Moenen, wat voerde hij uit in het kroegleven van Nijmegen? Stond er toen al zoiets als de blauwe hand? Ik ben op zoek gegaan naar wat Moenen en Marieke allemaal hebben gedaan in onze oudste stad van Nederland. Ik ben op zoek gegaan naar waarom ze eigenlijk hebben bedacht dat ze naar Antwerpen moesten, want hier is het toch veel leuker, met name in de zomer. Summer Capital. Ik ben ook op zoek gegaan naar wat Karel Bosman eigenlijk allemaal te maken heeft met het verhaal van Marieke van Nijmegen. Is hij misschien Moenen? Misschien. En jij dan? Heb jij ook iets van een duivel of een Marieke in je? Deze week ben ik de stad ingegaan om eens nader onderzoek te doen naar het verhaal en de achtergrond van Marieke van Nijmegen. Deze week is de telefoon in handen van Angela Verkuijlen. Wil je deze foto's of de foto's van Marjolein terugkijken? Ga dan naar Instagram en volg SumCapNL of kijk op N1.nl. De SumCap-telefoon wordt mede mogelijk gemaakt door Huismerk Energie.